doe nou toch even rustig, alsjeblieft. Zo erg kan ze toch niet zijn? Nee, maar het is heel erg belangrijk dat alles goed gaat. Mama, het gaat om heel veel geld. Dat weet ik toch, daarom ben ik hier. Waarom zijn ze nou zo laat? Dat valt heus wel mee. Straks wil zijn moeder niet meer meedoen. Dan had Pelle wel gebeld, of niet dan? Ik heb hier gewoon geen goed gevoel over. Ik wil dat alles goed gaat. Oh, en daar zijn ze. Zie dan wel. Moeder, dit is Lucas. Hallo, goeiedag Lucas Sanders. Dit is mijn moeder, Janine. Dag mevrouw Schuiter, Janine Elschot. Eugenie. Ik ben groot fan van u. Ik lees Jane Magazine al jaren. Ah, ontzettend leuk om hier te zijn. Hier gaat het om. Spannend, hè, om op televisie te komen. Ik heb ooit auditie gedaan op de toneelschool. Maar ja, die mensen zagen totaal niet wat ik in huis had. Ik ben eigenlijk... Mama, het is even belangrijk. Pellemans, hoe vaak heb ik je nou gezegd dat het zeer onbeschoft is om mij te onderbreken? Ja, sorry. Laten we het even over uw dochter hebben. Ik heb geen dochter. Dat weet ik, maar... Ik heb verzonnen dat Pelle een zusje heeft en dat ze ziek werd. En dat hij daarom naar huis moest. En daarna is uw dochter overleden. Klopt dit? Ja, ja, hij heeft gezegd... Bespottelijk verhaal, zeg. Ik vraag nogal wat van je moeder, hè? Ze moet dus nu spelen dat ze verdriet heeft om een dochter die ze helemaal niet heeft. Oh, nou, maar... kan ik wel. Nou ja, het is sowieso één groot toneelstuk, toch? Ik zal zorgen dat ik als de meest begripvolle nichtenmoeder overkom. Sorry? Dat is toch de bedoeling? Ik moet toch net doen alsof mijn Pelle opeens homo is? Nou, dat is hij ook. Dat hoop ik toch niet, zeg. Wat is dit? Wat heeft hij tegen homo's?